Het ministerie van Openbare Werken is bezig met het decennialange afwateringsprobleem van de Amimba-straat in het resort Munder te verhelpen. Enkele resortsraadleden vertellen hoe het project is voorbereid. Roger Toyn geeft aan wat het werk inhoudt. Er wordt gegraven in opdracht van Openbare Werken. Het is namelijk zo dat resortraad Munder eigenlijk jaarlijks een plan opmaakt voor het ministerie van Openbare Werken. En daaruit wordt er dan projecten uitgevoerd wat noodzakelijk is. In dit geval is Amimba-straat aan de beurt. Maar we zijn al sinds vorig jaar bezig sloten hier op Munder op te halen. En nu zijn we hier op Amimba-straat, een bestaande goed die nu opgehaald wordt. En de buurtbewoners werken mee door de duikers te kopen en dan plaats openbare werken of ja, openbare verleen medewerking om dat ook voor ze te plaatsen. Toyn zegt dat er wat kinderziekten waren, maar dat de dienstverlenende organisaties snel hierop hebben ingespeeld. Volgens het RR-lid is het niet altijd bekend waar de buizen en kabels ondergronds liggen, waardoor er soms breuken veroorzaakt worden bij graafwerkzaamheden. RR-lid Shailis Ramdin zegt dat het werk desondanks vlot. Er hier al jaren een afwateringskwestie speelt. Zoals eerder gezegd door collega Roger, dat er is een bestaande goot hier geweest die door de jaren heen gedempt is geworden. Het waren vroeger smalle steekjes en nu wordt het dus door auto's gebruikt. Dus ook de mensen, hun afwatering kwam niet naar voren. De mensen van de rechterkant van de weg, die gaat naar achter. En van de linkerkant, die gaat ook naar de andere kant bij de goot van Kwasiba-straat. Maar om dus dit probleem structureel aan te pakken en ook richting, als je kijkt naar de toekomst, om ook te gaan richting verharding van de weg, moet je ook eerst die ontwatering goed op peil hebben. Want als je hem verharden, dan ga je ook, kan je last krijgen van verzakkingen of weet je, andere zaken. Dus om die ontwatering hier primair aan te pakken, is toen voorgesteld door openbare werken zelf, in samenspraak met die RL-leden, van oké, we gaan die goot weer opgraven. Maar om die weg niet te versmallen of smaller te laten lijken, omdat ook autoverkeer gebruik van maakt, gaan we hem weer met die duikers dichten. Ramdin zegt dat er eerder geen budget was om het werk te starten. Hierdoor zijn de buurtbewoners ingeschakeld en die hebben ingespeeld. Volgens Shara Chotu kunnen de werkzaamheden nog 2 weken duren. Ze denkt niet dat de regen zo'n grote invloed kan hebben, dat de werkzaamheden stil komen te liggen. Het ontwateringsprobleem van de Amimba-straat speelt, naar zeggen van Toyn, al langer dan 50 jaar.